Ja, Guus, gefeliciteerd. Het shirt staat je fantastisch. Je bent nu Feyenoorder. Ja, zeker, zeker. Ik ben er al enorm blij mee. Door het gevoel in de Kuip is ongelooflijk en ik heb er ontzettend veel zin in. Wat waren voor jou de belangrijkste redenen om naar Feyenoord te komen? Ten eerste is Feyenoord natuurlijk een ontzettend grote club met ontzettend veel potentie. Ik denk dat het afgelopen jaar misschien iets teleurstellend was geweest. En daardoor denk ik dat we dit jaar enorm hoge ogen kunnen gooien. En ik zie de potentie erin, dus ik heb er enorm veel zin in. Je komt hier natuurlijk ook een oude bekende van je tegen, je nieuwe trainer. Ja. Hoe is het contact daarmee geweest? Ja, prima. Gewoon persoonlijk contact gehad natuurlijk. En ik weet hoe hij te werk gaat. En ik denk dat we met zijn stijl enorm goed kunnen gaan presteren. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. Ja, wat betreft je eigen ambities hier en wat is er gezegd over de ambities met Feyenoord aankomend jaar? De ambitie met Feyenoord is in ieder geval om voor de hoogste plekken te gaan spelen. Ik denk dat we sowieso Champions League voetbal willen gaan spelen. Dat is mijn ambitie in ieder geval. Ik bedoel, ik heb dat nog in één keer gespeeld en dat zou ik wel echt heel graag willen persoonlijk. En mijn eigen ambitie is natuurlijk om alles hier te gaan spelen. En de club enorm te helpen om zo goed mogelijk te presteren. Ja, wat kunnen we verwachten van Guus Teel? Want afgelopen jaar heb je iets minder gespeeld. Ja, klopt. Maar waar ga je staan begin van het seizoen? Ik kom in ieder geval topfit binnen, dat kan ik iedereen garanderen. En ik verwacht hier gewoon rond de 10 plus goals te gaan maken. Dat hoop ik. Dat doel heb ik gezet voor mezelf. Ja. Jij zegt topfit. De voorbereiding gaat al vrij snel weer beginnen. Ja, zeker. Hoe gaat die tijd eruit zien tot aan die voorbereiding? Nou, ik ben al gestart eerlijk gezegd. Dus ik ben ook niet op vakantie gegaan. Dus ik ben meteen doorgegaan. Want ik weet hoe het voetbal van Arne in elkaar zit. En daar moet je gewoon topfit voor zijn. Dat is gewoon een enorm hoog tempo voetballen. En de tegenstander proberen te domineren. Dus daar moet de hele selectie klaar voor zijn. En ik behoor daar ook tot. Bij AZ was je al jong een aanvoerder. Ja. Ga je hier bij Feyenoord ook meteen je mond opentrekken? Ja, mond opentrekken op een goede manier natuurlijk. Maar ik hoop het wel. Ja. Heb je zo gesproken, je nieuwe teamgenoten? Nee, nog niet echt. Nee, dat komt wel. Hè. Eerste training komt wel goed. Ja, waar kijk je het meeste naar uit hier bij Feyenoord? Ja, natuurlijk met de jongens iets neerzetten. Dat is gewoon waar ik echt naar uitkijk. Kok in de Kuip. Ik hoop dat volgend jaar weer alle supporters er zijn. Want dit was toch wel altijd het meest indrukwekkende stadion waar ik geweest ben. Ik bedoel, ik kan dat... Kan het nummer nadat er gescoord is wel dromen. Ik hoop dat ik ze nu voor dat ik mee kan zingen.